Voor degenen die mij volgen op YouTube, jullie hebben kunnen zien dat ik de afgelopen anderhalf jaar erg druk ben bezig geweest met e-learning trajecten erop te zetten. Maar vanaf nu ga ik ook weer korte vaktechnische filmpjes op mijn YouTube kanaal zetten met knippen en kleurtechnieken. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer je dan even, want dan kan je gewoon lekker gratis alle vaktechnische filmpjes bekijken die ik erop zet. Wat heb ik volgens voor jullie in petto? Ik heb nu weer een kleurtechniek filmpje voor jullie gemaakt. Aan de voorzijde een soft money piece, een hele snelle en makkelijke manier om in te zetten. En bovenop het haar heb ik een satouche geplaatst. Wat wil dat zeggen? Een hele zachte, softe manier van balayage zetten die er heel natuurlijk uitziet. Nou, zijn jullie nieuwsgierig naar de techniek? Kijk dan naar de volgende 10 minuten in mijn filmpje en ik zie jullie gauw weer. Bij een satouche balayage zie je altijd een soft money piece en het is net alsof het zonnetje erop heeft geschenen. De afdeling is als volgt. Ponypartij halve cirkel, hoefwijzer en die vastzetten in een staart. Ik gebruik van Kiss de Snow White met 9%. Voor deze techniek gebruik ik de kammen van Vellen, dat zijn highlight kammen. En ik begin als eerste met mijn allerfijnste kam. Ik ga ook alle drie mijn kammetjes gebruiken, want ik wil een opbouw in mijn soft money piece. Ik neem een smalle passé, ik zet mijn kam eronder en met mijn vinger splits ik de passé in één keer in tweeën. Dan kan je zien, ik heb een hele smalle weave heb ik dan te pakken. En dat is ook de bedoeling, dat de allereerste passé, dat je echt wel hele fijne highlightjes erin zet. Nou, vervolgens gebruik ik mijn hand een beetje als een plankje en dan zet ik goed mijn Snow White met 9%. Die druk ik echt in het haar, dat ik zeker weet dat ik alles heb. Als je folie gaat glijden, pak hem dan op deze manier vast en met je kwast duw je dan het haar naar beneden en de folie zal dan dichter aan de hoofdhuid blijven zitten. Mijn folie is ook iets langer dan het haar, dus de schone kant van mijn folie plak ik ook tegen de aanzet. Dan weet ik zeker dat ik daar niet te veel product heb zitten, zodat de kleur niet door gaat lopen. Ik maak een mooi envelopje en ga door naar de volgende passé. Je kan zien, ik gebruik nu een iets grovere kam. Het zijn back-to-back slices, dus ik laat er geen haar tussen. Ik neem weer een hele fijne afdeling en daarin gaat mijn volgende weave. Die is dus net iets grover dan mijn eerste, want dat was namelijk de kleine kam. Het voordeel van deze kammen is dat ik heel mooi kan highlighten, wat ik niet uit de losse hand kan. Plus is het ook nog eens een keer tijdbesparend, want ik kan veel sneller highlighten met deze kam dan met een gewone kam. Nou, deze zet ik ook weer volledig in. Nogmaals, gebruik ik mijn hand als een plankje. Genoeg product gebruiken en goed in het haar indrukken, dat je zeker weet dat het er helemaal doorheen zit. Bij een slip-on is het moeilijk om de bovenste passé weer vast te pakken, maar bij een klant zal je zien dat het zeer zeker makkelijker gaat, dat je je folie makkelijker naar de hoofdhuid kan trekken. Nou, de folie is ook weer net iets langer dan de passé, dus een schone kant gaat weer tegen de aanzet. En dat is heel belangrijk, dat je niet te veel product aan de aanzet gebruikt, want dan zou je kunnen hebben dat het product uit je folie gaat lopen en dat je vlekken krijgt. Het is namelijk ook zo bij een echte klant dat de aanzet altijd makkelijk oplicht. Mijn derde passé, dat laat ik nu ook zien, is een grovere kam. Dat is de grofste kam van Vellen. Dus ik heb echt een opbouw in mijn eerste drie slices van fijn, middel naar grof. Nou, vervolgens klip ik het weer weg. Ik neem de passé weer op, geen haar ertussen laten, het haar in het kammetje laten vallen. En nog een tip, als je deze highlights gaat zetten, zet dat in droog haar. Dat werkt namelijk het makkelijkste, want zo dadelijk zal je gaan zien dat ik ook nog ga touperen en dat het gaat niet lekker in vochtig haar. De balayage, het staartje bovenop, mag je wel vochtig laten. Nou, de derde passé zet ik ook weer volledig in met mijn Snow White Kiss Blondering met 9%. Maar het kan soms best ook wel zo zijn dat ik bij een klant 6 of 3% gebruik. Ik gebruik nooit 12, maar kijk gewoon naar welke oplichting dat je wil gaan en wat je daarvoor nodig hebt. En ook maak je blonderen altijd klaar op een weegschaaltje. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, want dan heb je de perfecte dikte van je blondeer plus ook de beste werking van je oplichting. Nou, klap het weer tot een mooi envelopje en dan gaan we door naar de vierde passé. Voor de vierde passé gebruik ik een gewone puntkam. Excuses voor mijn roze kleur. Normaal heb ik een zwart kammetje, maar kon hem even zo snel niet vinden. Maar deze werkt ook prima.
Die ga ik touperen, want ik wil aan de aanzet geen kleur hebben. Ik neem de volledige slide, ik toupeer hem een paar keer en deze zet ik volledig in. Let erop ook dat je niet met je blondering over je toupage heen gaat, maar dat je er tegenaan werkt. Want zodra dat je hem dan doorkamt, dat je een heel diffused eindresultaat krijgt. Hele passé ook inzetten, langzaam naar je toupage toe werken, dat je ook niet te veel product hebt en dat hij gewoon heel mooi doorloopt naar de aanzet. Ook nu weer, mijn passé of mijn folie is langer dan mijn passé en op die manier heb ik weer niet te veel product aan de aanzet. Want ik krijg nog wel eens de vraag van, goh Natas, bij mij loopt het product een beetje door. Nou, dit is echt een tip om te gebruiken dat je product niet doorloopt in je folie. Nou, dan ga ik zo dadelijk naar de laatste passé. Deze soft money piece bedraagt dus 5 folies, 5 passés. De laatste die ik nu ga doen is ook touperen. Vandaar dat ik ook die ponypartij echt wel even gedroogd heb. Met de föhn zagen jullie niet op het filmpje, maar het is makkelijker om te touperen in droog haar. Nou, die doe ik heel grof, doe ik die uitmazen. En dan op die manier heb ik net een paar highlights die ik nog inzet. En dan zal je zien dat die straks heel soft diffused door het haar heen vloeit. Dat die niet heel strak op de aanzet aanwezig is. En dat is ook echt typerend voor die Satouche balayage. Het is allemaal heel soft en heel zacht. Nou, ook weer zachtjes tegen je toupage aanwerken. Niet te veel product. In je lengtepunten mag je wel veel blondeer gebruiken. En dan vervolgens klap je hem ook weer mooi dicht. En dan tel ik dus voor deze techniek aan de voorzijde in de ponypartij 5 folies, 5 passés. Werk netjes, werk clean, want dat ziet er zo professioneel uit bij je klant. Dus 5 mooie envelopjes heb ik nu aan de voorzijde erin zetten. Dan vervolgens ga ik naar de staart. Kijk, ik gaf al aan, het is net alsof het zonnetje erop geschenen heeft op het haar. De staart deel ik nu af in 2 passés. Je kan zien dat ik het onderste gedeelte van het haar niet ga kleuren. Maar stel je voor dat je daar nou ook wat kleur wil hebben, dan zou je het gehele haar bovenop in een staart kunnen doen. Nu gebruik ik wel mijn plankje. Puur alleen om clean te werken, want ik druk mijn product er niet hard in. Ook niet in de punt. Ik druk niet te hard, want ik wil heel veel natuurhaar wil ik over hebben. Het moet echt net zo zijn alsof de zon erop heeft geschenen. Dus de bovenkant afdelen in 2 passés. Nou, ik zet er nu wel een folietje onder om de rest van het haar te beschermen. En vervolgens ga ik zo dadelijk door naar mijn tweede passé. Ik klap deze wel dicht, want met de warmte van de folie heb ik iets meer opheldering. En je kan ook werken met transparante folie. Is een prima techniek, want dat doe ik ook vaak, maar dan is de opheldering iets minder. Want let erop, het is natuurlijk een heel zacht diffused eindresultaat. Als je te weinig oplichting hebt, dan zal de kleur helemaal in het haar wegvallen en dat is ook zonde. Bovenste passé doe ik hetzelfde, dus op mijn plankje, zachtjes naar je elastiek toewerken. Ja, en het staartje, dat geeft natuurlijk ook een heel diffused eindresultaat, want ik krijg op allerlei verschillende hoogtes, komen mijn highlights komen erin te zitten. Nou, dit haar of deze techniek doe ik wel op het vochtige haar, want dan is het gewoon mooier en makkelijker om je blondeer uit te smeren. Dus de money piece gaat in het droge haar, de balayage bovenop gaat in het vochtige haar. De opheldering zal echt wel gelijk blijven, maar voor mijn soft money piece met die toupage heb ik het droge haar heb ik gewoon nodig. Nou, klappen tot mooie envelopjes en dan vervolgens heb je gewoon even de tijd nodig voor de in te werken om de oplichting te verkrijgen. Uiteindelijk doe het haar even opzij weg aan de voorzijde, dat de klant ook kan kijken. Klap je folie een beetje omhoog. En ik heb in totaal deze kleur 40 minuten in laten werken. Je kan het al zien, de buitenkant van het staartje is mooi opgelicht, maar binnenin heb ik nog heel veel natuurhaar. En dat wil ik ook echt zo hebben. Ik ga het haar tonen en dat ga ik doen met de Soft Shades van Kiss met de 09G. Hiep hoi, de goudtinten mogen weer. Natuurlijk blijven de koele tinten ook nog, maar de goudtinten zijn super mooi om dit te gebruiken. De Soft Shades is een ammoniavrije kleuring, dus het kan gewoon over het natuurhaar. Hij zal het haar niet oplichten. Makkelijk aan te brengen in de wasbak, goed eventjes doormasseren en vervolgens heb ik hem 20 minuten laten zitten.
en heb ik hem uitgespoeld. Er ging iets mis met mijn geluidsband, dus ik doe het even zo. Nou, hier zien jullie het eindresultaat. Een heel mooi, zacht, soft eindresultaat. Net alsof het zonnetje erop heeft geschenen met de zachte moneypiece aan de voorzijde. Hou mijn YouTube-kanaal in de gaten, want er gaan zeer zeker weer meer van deze filmpjes volgen. En bedankt voor het kijken.